Hoi allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Ik laat jullie de favorieten van maart zien. Zoals jullie misschien kunnen horen ben ik een beetje verkouden. En ik zit dus een beetje veel te mijn neus op te halen, zeg maar. Dus sorry alvast daarvoor als je daar last van hebt. Maar voor nu zou ik zeggen, als je benieuwd bent naar mijn favorieten van maart, kijk dan gezellig even mee. Deze highlighter van Catrice, echt een hele mooie. Dit is een Light Effusion. Light Effusion heet die, nummer 10. Volgens mij is die heel erg aan het schuimen op het beeld. Het is een baked highlighter. En deze past echt heel erg goed ook bij de bronzer hiervan. En hij is gewoon super mooi. Het pigment is echt heel erg goed. En ja, ik vind het echt een hele mooie. Zo, er zit een beetje poeder op. Dan zit alles er zo weer helemaal onder. En dit vind ik gewoon echt heel erg leuk dat Catrice deze in het assortiment heeft gekregen. En dit is echt een favoriet van mij. Dan heb ik deze 2-in-1 lip duo van Fashion Professional te koop bij de Action. Dit is echt een hele felle roze kleur. Dit is dus een lippenstift. En aan de andere kant, deze kant, zit dus een lipgloss. Ik kan het wel even laten zien. Heel veel pigment zit erop. De kleur is echt super intens. Wat ik echt ideaal vind aan zo'n 2-in-1 product is dat de lipgloss perfect matcht bij de lipstick. En dat is toch altijd nog wel een dingetje als je dat wil combineren. Als je twee losse producten pakt, matcht het goed. Nou, dat weet je bij zo'n product dus zeker. En ik vond het echt super leuk dat Action deze nu ook had. En ja, ik vind het echt een heel fijn product. Dan heb ik dit oogschaduwpalet van Makeup Academy. En dit is het Undress Me Too palet. En er zitten vooral best wel veel nude kleuren in, zoals je kunt zien. Maar het pigment is echt super goed van dit paletten. De kleuren die zijn heel intens. En je hebt glitterkleuren, maar ook matte kleuren. Ik vind het echt een heel gecombineerd paletten. En ik vind hem echt super mooi en super fijn. Heb ik dit concealer paletten van de HEMA. Dit is voor, deze is voor de light skin nummer 1. Je hebt hem ook voor de dark skin. Hij is verkrijgbaar dus in twee varianten. Sommigen gebruiken hem ook om mee te contouren, heb ik gelezen. Maar vind ik hem zelf niet zo geschikt voor. Maar de concealer die erin zit, even kijken of ik hem open krijg. Ja, is super gepigmenteerd. Het is zo'n creamy concealer en... die dekt toch over het algemeen wat beter, vind ik, als nog zo'n vloeibare in zo'n stick. En de dekking is gewoon super goed. Je hebt vier kleurtjes, vier verschillende huidtypes eigenlijk, huidkleuren. Ja, zo kan ik het wel omschrijven. En ik vond het echt een heel goed palet, omdat hij ook heel gepigmenteerd is. Dan heb ik deze Vaseline. Dit is een Sugar Coat. Deze heet Sugar Coat. Het is een limited editie. Dit is een hele zoete geur. Het is een lichtroze kleur. Hij is verder gewoon doorzichtig op de lippen. Maar hij ruikt echt super lekker. En lippenproducten, verzorgingsproducten, die kun je eigenlijk bijna nooit genoeg hebben, denk ik zelf. Dus ik vind hem wel heel fijn. Hij is niet dat hij echt... heel veel anders is als bijvoorbeeld de gewone originele vaseline. Maar het is gewoon wel een hele leuke verpakking. En de geur is wel heel erg lekker. En de verzorging is super goed. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Catrice. Het is het Denim Grace Asher palette. Deze heet Demenem. Dit is een heel gepigmenteerd palette ook. Heel erg mooi. De kleuren zijn echt totaal anders als van de palettes die we eigenlijk een beetje gewend zijn uit deze Catrice paletserie. En ik vond het ook heel erg leuk dat dit gewoon echt een heel ander type palet is. Met kleuren die ik eigenlijk zelf ook nog niet zo heel erg veel had. Nou ja, het pigment was gewoon super goed. Dus je kunt er hele leuke looks mee creëren. Dan heb ik het Shape Your Face Contouring Palette als favoriet. Dit is de Ready Set Pink, nummer 20. Je hebt volgens mij ook de Ready Set Peace. Dat is met een oranje blush erin.
De kleuren zijn super gepigmenteerd. Die roze is zelfs iets te roze. Die moet je niet heel erg veel gaan aanbrengen, want dan heb je echt hele roze wangen. Maar het pigment is super goed. Ook vond ik het gewoon heel erg leuk dat Essence zo'n palet in het assortiment kreeg. Hadden ze nog niet. En ik vind het altijd zo handig als je gewoon zo'n 3-in-1 product hebt. Omdat je gewoon alle kleuren gewoon in één hebt, zeg maar. In één palet hebt zitten. Dat vind ik dus super handig. En er zitten ook nog wel leuke patroontjes in. Ik vind het gewoon een heel fijn palet, hè. Dan heb ik deze Volume Boost Mascara van Fashion Professional. Een hele fijne mascara. Hele matte verpakking ook. En het heeft zo'n borsteltje. En je kunt er best wel fijn je mascara mee aanbrengen. Ook zie je echt wel duidelijk verschil dat hij een boost geeft. Ik denk dat deze vooral ook heel erg leuk is. Als je bijvoorbeeld niet zo heel veel budget hebt, dan is het gewoon een heel goedkope mascara. Volgens mij is die 1 of 2 euro. Dat weet ik niet zeker, maar hij is echt super goedkoop. En hij geeft dus niet zoveel volume als dat je bijvoorbeeld de Miss Manga mascara hebt van L'Oreal. Maar zeker voor als je gewoon op zoek bent naar een budget mascara, geeft deze gewoon best wel veel volume. En ja, dat is gewoon heel erg leuk. Dan is het laatste product nog een highlighter. Deze is van de Pure Nude line van Essence. Ik vind die lijn sowieso heel erg fijn. De poeder moet ik dan vooral zeggen. Ik vind die foundation een beetje raar ruiken. Misschien hebben meerdere van jullie dat, ik weet het niet. Nu hadden ze dus ook een highlighter, hebben ze uitgebracht. Het is een highlighter met echt een hele warme gloed. Is wel heel erg leuk, want zo kun je, ja, die past gewoon perfect ook bij die poeders. Die poeders hebben ook een vrij warme gloed, vind ik zelf. Deze highlighter heet Teen Be My Highlight. En je ziet gewoon echt heel veel pigment erin zitten. Lichte shimmer zit erin. Het is gewoon echt een hele mooie highlighter. En ja, zeker heel erg leuk dat Essence nu toch ook wel meer met highlighters komt. Omdat ze eigenlijk hadden ze... De enige highlighters die ze hadden, dat waren toch creamy highlighters. Ja, werken perfect, maar het wordt toch altijd een beetje een zooitje, vind ik persoonlijk. Maar ik ben heel erg blij dat ze nu een poeder highlighter in het assortiment hebben zitten. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van maart. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht je nou benieuwd zijn naar deze producten, ik heb ze allemaal gereviewd op mijn blog. Daar kun je even een kijkje nemen als je meer wil weten over een van deze producten. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En mocht je deze video leuk vinden, doe even een duimpje omhoog. En mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. En ik zou zeggen, ik zie jullie heel erg snel weer. Doeg!